Je verliest dan wel, maar eindelijk, daar was hij weer, een treffer. Ja, dat is misschien het enige lichtpuntje inderdaad van vandaag. Het was ook geen intikkertje, het was een mooie goal ook. Ja, precies. Nee, ik heb wel vaker gezegd, ik voel me niet slecht, ik voel me niet uit vorm. Ik heb gewoon nog steeds vertrouwen in mijn kwaliteit en in mezelf. En ik denk dat je dat kan zien aan die goal. Ik draai gewoon weg en ik schiet gewoon zoals ik eigenlijk altijd probeer. Gelukkig valt hij nu een keer binnen. Ja. Heeft het met aanvoer te maken dat het steeds maar niet door jou gescoord werd? Want je was een doelpuntenmachine. Nee, dat klopt. Nee, het heeft met meerdere dingen te maken. Ik ga het zeker niet op mijn teamgenoot of de aanvoer of iets schrijven. Dat lag ook aan mezelf. Misschien ook wennen aan het tweede divisie niveau. Ondanks dat ik natuurlijk vorig jaar nog hoger niveau speelde. Maar de laatste weken creëren we sowieso meer kansen. Ook tegen Rijnsburg en AFC. Dan kom je zelf ook wat meer in scoringspositie. Het was een goede bal van Tommy Bekooy. Die was bijvoorbeeld ook lang geblesseerd. Hij stelt mijn scoringspositie. Dat is wel aanvoer inderdaad. Nou, dat iedereen een beetje dramatisch op de plek waar Quickboys nu staat. En ook mensen gaan eraan voorbij. Jullie zijn maar een debutant, hè? Ja, zo is het ook. Alleen, kijk, de doelstelling is om ons hand te haven. Maar je wil stiekem altijd meer. Quickboys is natuurlijk een grote club. En hoort gewoon thuis op dit niveau. Je hoopt op meer inderdaad. Maar wat je zegt, we zijn een debutant. En we moeten gewoon elke week strijden en punten halen. En we moeten ons veilig spelen. Dat blijkt vandaag. Je hebt gescoord. De kaars heeft vandaag gevlamd. Ja, enigszins. Helaas was het niet genoeg voor minimaal een punt. Misschien een klein lichtje brandt er weer inderdaad.